Hallo mensen van UltraGames93 en welkom alweer bij de 9e aflevering van Hitman Absolution. We gaan weer verder met de missie. De vorige keer waren we bij de gunshop, we hebben onze twee pistolen teruggekregen. We moesten ze helaas delen, want ik kon niet zo erg goed schieten om 471 van haar te halen. Ik weet niet eens of het haalbaar is. Maar ja, we gaan hier nu even lekker verder in de easy mode. Zo. Sir, we found him. Birdie was right. He's in Hope, South Dakota. And the girl? She's not with him. Okay, people, listen up. I'm giving a green light on this operation. I want 47's head on a platter in front of me ASAP. Sir, don't you think that our priority is on reacquiring the girl right now? No, Jade. First, we neutralize the rogue element that started this mess. He'll know where she is. Trust me. We get 47. We get the girl. We can't afford to fuck this up! It's time to send in the Saints. Part 2, Saving Lenny. Of Shaving Lenny. Lekker deuntje. Oké. We gaan dus vandaag Lenny uitschakelen. Tyler tell you about a plan of his? We grab the girl from under Dexter's nose, sell her off ourselves. And Tyler, he's already in touch with the competing arms company. We're talking six figures, man. Damn it. Mr. Dexter is not someone that you want to mess with. Valt ook echt niet op, we staan er tegenover. Maar dus als ik goed begrijp. Mijn baas zit achter me aan, de agent Shenshi. En we gaan nu eindelijk eens Lenny uitschakelen. Dat zal eens een keertje tijd worden. Mooi, maar ja. Dan gaan we maar eerst deze twee uitschakelen. We moeten ook niet opvallen. Wat zijn trouwens al die witte stipjes nu? Veel te veel politie. Ik hou niet van te veel politie. Laten we eerst diegene in dat gele jasje uitschakelen. Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Ik dacht volgens mij. Hey, how you doing, man? Sorry, sir. The store is closed. Perhaps for good. You're gonna have to take your shopping elsewhere. Oké. Nou, oké. Dan gaan we proberen daar even gezellig binnen te komen. Gaan die mevrouw niet draaien? Die mevrouw kijkt even niet. En hopelijk zien ze ons. Ziet ze ons niet? Als we hier even lekker rusten. Hey, wacht even. Wat was dat? Nee, dat boeit me even niet. Mevrouw, we zijn er echt niet hoor. Ik loop echt 5 meter achter u. Maar we zijn er echt niet. Oh shit. Holy motherfucking shit. Oh shit, jongens, sorry. Maar ik zie hem hier aankomen. Wij hebben toch, ja. Hebben we. Oh jij. Ga je ons zien, dan moeten we jou neerschieten. Hij ziet ons niet.
No, that is not the price we agreed on. Zo, niemand heeft dit gehoord. Niemand heeft dit gehoord. Geweldig. Dat vind ik gewoon fantastisch dat niemand heeft gehoord. Maar straks komt er iemand aan. En dat wil ik ook niet nagaan. Dus, hop, jij erin. Hij heeft wel een beetje een soort, ja, mooi kapseltje. Elvis kapseltje. Nou ja, ik zet ook even het gas aan. Als iemand hier dan toevallig komt en hij ziet die gast, dan is hij dood, denk ik niet. Nou. Hier weer proberen rustig voorbij te komen. Zo. Dat valt echt niet op. Zo, tralalalala. Maar geweldig. We kunnen dat met AED. Kunnen alarmen. We mogen onze auto niet stelen. Nee, mag niet. Ja. We kunnen de donutwinkel in. Maar er staan wel erg veel politieagenten. Verwacht je ook anders van een donutwinkel? Oh shit. Ik ga er wel vandoor. Mooi. Ik wil even kijken of ik die gas kan uitschakelen. Heeft hem iets? Hebben ze iets gehoord? Dan ben ik screwed up. Hebben ze niks gehoord? Dan is het goed gegaan. Nou, ik kan dat dingetje niet aantrekken, maar ik stap die gas wel even in deze kast. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier naar boven ga. Maar toch, heel mooi. Zo. Checkpoint. Die activeer ik trouwens met E. Ja, met E. Trouwens, jullie dat nog niet wisten. Zo. Kom die gast hier toe. Ja. Welke is dat? Wat ga je doen? Kijken of ik hem een beetje kan. Oké. Okay. Probeer te kijken dat ze ons niet zien. All right. This is the HPD. Whoever is causing this, show yourself. Ja, gast, sorry, je moest eraan. Zo, proberen of zijn pakje op tijd aan te trekken. Zo, we hebben zijn pakje aan met thee trouwens, doe ik dat. Kijken of ze ons vergeten. En ondertussen stappen we even met. Even kijken. Rechtermuisknop kijken. Mooi. Mooi. Veilig. Nou, nu alleen nog de middelste uitschakelen. Ik heb nu alleen wel een probleem dat de politie achter me aan zit. Maar ja, dat valt op zich wel te overzien. Waar is die gast? Oh, allemaal net politie gaan. Daar helemaal. Het hele rode kleine dingetje daar. Well, something weird going on around here. Yeah, I'm just gonna check the area. Alright, over. Yeah. Guy, is he? I just Ik kan gaan rennen. Dat kan ik gaan doen.
Dat doe ik trouwens met shift, linker shift. Die gast staat daar. Nee, daar had je hem. Oh, jongens, ik ga hier even langs, hè. Hier is een mooi weggetje, namelijk omhoog. Die kan je heel makkelijk gebruiken. Shit. Wie probeert er hier te lopen? Wat heb je hier? Oh ja. Een checkpoint. Dat ding kan ik ook wel meenemen. Een gasoline can. Ik weet niet wat ik er aan heb op dit moment, maar ik kan hem altijd meenemen. Wat is die gast? Even denken. Ga ik hem schieten of ga ik hem gewoon silence killen? Want dat is op zich wel een hele goede vraag. Wat ga ik dat doen? Heb ik hier niks om hem gewoon te vermoorden? En die gasoline ken. Of nee, hier. Ik kan die gas aanzetten. En ik kan die gasoline aanzetten. Dan hopelijk komt die hier. Maar niet jij. Dan komt hier iemand anders naartoe. Ik weet niet of dat goed is of dat niet goed is. We kunnen altijd even kijken wie. Oh jij! Oh, wacht even. Even proberen. Zit hij toch vol, gas? Oh ja, die gas is hier. Nee, ik wil nog een grote boom hebben. Gewoon even een grote boom. Om het een beetje af te leren. Daar een beetje op schieten. Zo, ze zijn nu suspicious. Dan denk ik dat ze daar gaan kijken. Eentje ging kijken. Oh, bodyphone, shit. Oh ja, vergeten. Ik vind het op zich niet leuk dat die meneer weet dat ik hem gekild heb. Dat vind ik op zich niet leuk. Eigenlijk moet ik hem gewoon vermoorden. Maar nu weet jij ervan. Wacht even. Oh ja, die andere staat pas ergens anders. Nou, dan gaat het wel goed. Nou, ik weet niet waarom ik die twee heb uitgeschakeld, maar ja. Ik heb liever dat niemand achterkomt. Dan dat er wel iemand achterkomt. Wacht even, wat gebeurt er als ik die level heb? Jongens, ik wil even kijken wat er gebeurt als ik die lever pull. Hmm.
Iets wat ik officieel eigenlijk niet nodig. Iets wat ik eigenlijk officieel niet wil hebben. Zo. En hier is de exit. Dan gaan we even een lock picken. Mooi zo. Mooi. Dan gaan we weer laden. Hopelijk laat dit een stuk sneller dan de vorige keer. Dit duurt echt zo lang. Waarvoor moet hij weer wachten? Hé, hey, dat ging een stuk sneller dan de vorige keer. Zit hij vol met rare gasten. Hoe ga ik dat nou weer doen? Ja, nou ja, dit stukje ken ik heel erg goed. Dit is me echt nog nooit silence gelukt. Dit is de kapper. Hier staan hulpjes van Lenny en Lenny zelf. En het enige probleem is, het staat hier vol met gastjes. Dus eigenlijk, één keer gesnapt, dood. Of staat er ook politie hier? Dat heb ik nou weer net niet onthouden. Nou ja, we gaan het een beetje... Ja, nee, ik ben al mijn spullen kwijt. Die ik in de vorige level heb gepakt. Nou, gebruiken we deze hamer maar. Oh, je hebt wel politiemannetjes hier. Mooi. Zou dit trouwens opvallen als ik dit ga doen? Zou je dan denken van, what the fuck doet hij hier? Ja, nou ja, gast. Hey, that guy. What's his name? What's his name again? Weet ik niet. Ik ben een beetje aan de drank, hè? Ja. Mooi. Oh, zat hier geen extra spul? Oh! Hamer of schroeven draaien? Nou, schroeven draaien. Heb ik dan liever? Hier staat nog altijd een checkpoint, of was dat een andere meer? Ik kan me ook net zo goed vergissen hoor. Daar niet van, maar. In ieder geval. Ja. Hey! Hey! Nice bag! So bad with faces. He looks a bit bad. Kijk, dat is Lenny. Die gaan we pas als laatste uitschakelen. Als eerste gaan we natuurlijk iemand anders uitschakelen. Ik wil als eerste proberen die andere uit te schakelen. Of hij of hij. Oh ja, hij. Zo, dit ging mooi silent. Dit ging lekker silent. Dat vond ik een mooie. Oh, lekker deuntje weer. Dan, dan, dan. You ever put that siren on and just blast through town? Just for kicks? Seriously, I'm dying to know. Okay, you know what? That's close enough. Stop right there. You better back up. Wat heb ik opgepakt? Als ik iets heb opgepakt. Kan ik niet aan die andere kant gaan schuilen?
Hier? Ja, dat kan wel. Nou, nu kunnen we twee dingen doen. We kunnen hier gaan wachten tot hij weer komt. Maar dan ben ik bang dat die gast daar is gaat zien. Maar dan is het wel silence. Of ik kan nu Rambo-stijl paf gaan doen. Ik weet het niet. Ik denk dat ik ga wachten op die. Ga ik dan point-shooting doen of ga ik dan carry doen? Ja, als ze met z'n tweeën komen, zal ik wel point-shooting moeten doen. Komt er trouwens iemand hierheen? Want ik weet ook niet of die komt. Misschien komt die wel helemaal. Hey. Hij draait zich om. Nee, kom niet, gast. Ja, klopt ook nog. Die gast kan ook heel vervelend worden. Is dat die SWAT, meneer? Ja. Die rode is ook in beweging. Mooi! Ik heb trouwens een betere idee. Ik heb een beter idee. Ik ga eerst even jullie laten zien. Hoe ik vroeger het altijd deed. Als ik dit level deed, hoe ik het deed. En waarom ik het zo deed. Want ik kon toen echt nog niet silent doen. Want die gast moet er even weg. Ik ga echt niet meer wachten tot hij daar weg gaat. En in ieder geval, Lenny. Hey, I haven't seen you before. Welcome to the force. Ja, dank je. Kijk, ik deed vroeger altijd zo. Ik ging hier altijd lekker naar binnen. Wat is dit? Slaappillen. Kijk eens, dat is mooi. En ik ging altijd daar langs. Maar zit daar iemand? Zou het opvallen? Want ik weet niet of het opvalt. Zo deed ik het dus altijd vroeger, ontsnappen en zo. Maar volgens mij komen die gasten weer. En dan komt die andere gast er ook zo aan. Hoi, ben hier. Kijken. Ik ga even wachten tot die gast weggaat. Weer niet gelukt, hè? Maar het lijkt me veel leuker te laten zien hoe hij zichzelf door elektriciteit opblaast. Moet ik even wachten tot hij weggaat. Nou, hij gaat alweer weg. Mooi. Is toch veel leuker met elektriciteit opblazen dan met die andere. Ja, daar heb ik op zich wel een punt. Zo. Ja, maar waarom kan ik dat niet dan? Daar lijkt het. Of heb ik daar een mes voor nodig? Oké, dan probeer ik eerst wel even een mes te halen. Want hier binnen staat een mes.
denk ik. Staat hij binnen een mes? Ach nee, daarboven staat een mes. Nou, dan gaan we weer een toertje door het huis doen. Lenny, waar sta je? Is er daar? Volgens mij ga jij straks ook daar staan. Is hij? Is dat bacon? Is dat bacon I smell? Yes, I think it is. Kijk eens naar mij. Geweldig. Daar staat Lenny en daar staat die andere. Chicago. Oh man, the cops there? Hey, catch any crooks lately? Huh? Ik weet jongens, het duurt lang voordat ik hem uitschakel. Maar volgens mij moeten we nog één keer wachten. En dan is het klaar. Ik kan natuurlijk ook point shooten, maar ik wil kijken of het werkt. Gast, gaan we nou snel quizzen. Wie heeft trouwens gezegd dat jij bij een elektriciteit... Die hendel zie ik ook voor het eerst. Och wel. Wat zal ik dan met die hendel moeten? Overhalen? Wat moet het daarmee? Ja. En hoe staan wij? En dan kan ik straks die lever loslaten. Dat wordt leuk. Kan ik straks die lever pullen. Nog heel even wachten tot hij hier is en dan bam. Ontplof de boel. Ik maak me een beetje zorgen over Lenny. Wat doet hij hier? Ja, en ik mag Lenny niet vermoorden. Dat is wel het lastigste. 10.000 watts of elektriciteit. Zou dat hem killen? Ik denk het wel. Die is vat, meneertje. Dan draait dat gastje zich om en komt hij deze kant op. Die gastmeneertje zit trouwens met me. Met zijn zwart meneer. Ik weet niet eens of het een zwart meneer is. Misschien is het niet eens een zwart meneer. In ieder geval, daar komt hij aan. Ik ga hier even lekker rustig staan. En dan ga ik de lever pullen. Dat kan ik elk moment doen. Ga maar lekker pissen. Oh crap! Oh man, what happened? Oh man, bad karma, man. Ooh, that's bad karma. Je hebt zichzelf geroost. Help! Hoi gast. Ik deed niks hoor. So bad with faces. Sorry hoor. Ik vond het er geweldig uitzien. Nee, ik vond het er geweldig uitzien. Nou, Lenny is hier. Ik vraag me af wanneer Lenny eens naar de kapper gaat. Want dat is misschien ook nog wel een idee. Oh, dat is misschien ook nog wel een tip voor jullie. Ga hier langs. Anders valt het een beetje op. Als jullie hier langs gaan. En dan zo, hop. Daar ligt kapperskleren. Kijk hier.
me. I'm glad it wasn't. Glad it was you. Oh, it's rolled up. Shut. Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Oh, dit is een snellere. Nou, komt hij er een keertje aan of. Want ik heb namelijk een beetje een idee. We gaan kijken. Wel een lekker geluidje. Waar is Lenny daar? No, why are you running? Damn, that could have been me. Thank God it was you, aren't you? Oh well. Nou, zie je? What they say here. A man who argued with the barber had his head examined. Let's go. Good man, been working out? Oh shit. Volgens mij komt hij nu naar mij toe. Ja. Komt eraan. Dat betekent dat we moeten hem laten leven. Ja. Ik heb het niet bedacht. Maar ja, we moeten hem laten leven. Kom er aan. Hallo. Hallo, bent u meneer Lenny? Ik ben een kapper. Ik kom u vandaag kappen. Echt waar. Gaat u maar lekker zitten. Die kerel. Can I help? You're not the talkative type, huh? You know your place. Well, I like that in the barber. So. Die is ontvoerd. Mooi. Hey, leuk. In lockets. Further regens, recall and improve reload time for all weapons. Mooi. Level gehaald. Ik was de Shadow. Nog nooit geweest. Ik vind het wel mooi. Dit heb ik gewoon ultimate gehaald. Gewoon geweldig. Ja, dat vond ik op zich wel geweldig. Oh ja. Hoe dit spannende verhaal weer verder gaat. En hoe we te weten komen waar Victoria is beland. Dat zien jullie volgende week vrijdag weer. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Zet deze video in je favorieten. En dan zeg ik. Doei.